Kijk eens hoeveel we Kom maar, heren. Nou, goeie. Hé, wat... Fotograaf. Ik besef dat ik hier publiek bezichtigen wil en dat ik dus foto's heb moeten kennen. Dat is helemaal geen probleem. Man. Ja, toch? Ja. Dat wil je toch graag nemen, gewoon? Ja, natuurlijk. Nee, jongen, maar ja, dat is net bij de actie, hè. Zo, ik had dus van die kaartjes, ja. Daar hoor ik wel even bij. Gewoon een keer een kaartje sturen. Nou ja, dus die deel ik uit, hè. Ja. Nou, mooi, man. Ja? Ah, ja, ja. Hier een goed? Ja, die jongen, hier, daar staan al die jongens die zijn niet in omkring. Ja. Die binnen dus... ja, dus die zeggen dat. Die hadden een protocage aan. We hadden, en ze waren 10 minuten later waren ze hier weg. Die draaien een postzegel op hebben. Had ik al in de brievenbus gekocht. En dat ging het dan. Ik ren al zo'n november met dit boer. Ik ben in Harkema begonnen. Drachten, Ruister, Veen. Ja, hoor, ik meerdere keren. Kolm, Dokkum, god, neem maar op. Burgum. Daar had ik dus West en Snits. Jereveen, Griek. En ja, meestal neemt net iedereen natuurlijk mee. Dat snap ik wel. Tuurlijk, daar ben ik mee. Ja, wat is dit? Ja, dat is altijd zo met dit soort dingen. Maar ik ben er wel van het zoeken dat een heel soort mensen die zitten. Ja, daar ben ik meestal niet mee. Net maar mee is, maar een heel soort die stekker er toen omheen. En dan, nou, zo ben ik al die dorpen, zoals Kolm, Dokkum, Burgum. nou ja, een hele riegel met dorpen. In totaal ga ik ongeveer. Liedje 20 keer zat erin. Waarom hou je daar dan zo'n actie van maken? Nou, omdat ik zei. Nou, ik weer echt lullig om dat fonds. Ik heb verontwaardigd in het Nederlands kunnen. Ik weer echt. Nou, ik denk, dit klopt voor je meter. Zo, als je wat organiseert, dan moest ik voor Zwarje. Moest rekening houden met horen. En dat vond ik dat KOZP dat net dienen. Dat ze alleen maar kwartsluiten via de burgemeester. En net rekening houden met wat er al je voor sentimenten en gevoelens. En zorgen hoe libben in de streek zelfs. En dat is betenkelijk, vind ik. En daarom zie ik dat Jenny Douwers 100% gelijk had met haar actie. En dat je het net zo'n zware straf, opruiming en weet ik wat al je een dikke jildboerte en dan ik nog 2 man voorwaardelijk de cel in. Plus nog oren mannen uit het werk, dat jet net. En dus dat jeel... Maar is het dan een persoonlijke strijd? Want ik heb heel wat hoe jij niet douwt, of is dat meer ja, een nee, algemeen en nou, ja, wat nee, voor aan willen ik zie dat, ik zie dat omdat het daarmee begon. Ik zie het bij dat vonnis en die koe had. Ik kon net een van die blokkeerders. Nee. Maar wist wel op een bepaald moment, dat die eigenlijk direct was. Ik denk, Jan, wacht nog eens even. Dan kreeg je wel druk met zo'n Jenny. Maar, er hebben oren mensen die hadden dingen. Die hadden daar op die snelweg staan, die hadden die bus vertragen en uiteindelijk even stilzetten. Ja, dan had ik voor hard beginnen. En ik moet die zeggen, ik hoorde net in van, doet ik er maar begon. Maar ik ga nog een heel soort jongens kennen leren. En ik ken zoals ik ben prima meisje. Ik ben heel neem nou die Sander, die dorp, Sander Slijver. Nou, dat is altijd een leuke vent. Maar dat ben Oren, ik, Gerard Groen, nou ja. Ik heb gewoon een heel sociaal netwerk opbouwen. Ik ga een heel sociaal vreugdenetwerk. Sociaal. Nou, prachtig. Dat is dat prachtig, man. Hoe zijn de oren meestal van mijn leeftijd die zitten? Ja, die zitten wat zien we gewoon. Die zijn in het oude in een bejaardenhuis. Nou, ik net. Ik ga erin. En ik ben blij dat ik het van kind en van mij. Want ik ben nog zo. Ik ken nog rennen. Ik ben oren meestal volle jongeren maar die al veld binnen, die al deer binnen. Ja, dat is treurig. Ja. Gelukkig dat ik dit wel ken. Ik ben blij om. En wat is het doel nou dan? Want je hebt nou hier voor mijn doel is... Ik ken natuurlijk net zeggen dat ik een doel bereik. Ik ken natuurlijk de rechtbank net beïnvloeden. Natuurlijk net. Alleen het is het kenmerk van interacties van dit soort acties in de maatschappij. Dat, ja, jou een statement houdt, dat haak die in. En ik ben natuurlijk, ik ben een redelijk bekende publicist nog altijd. Ik schrijf boeken, ik ben al journalist. Dus mensen weten waar ik ben. En die hier dit in eerste instantie net van me verwachten. Want ja, men stoppert het heel gauw vooral in de bubbel van antiracisme, racisme. Moest je zeggen, ik ben helemaal geen racist. Ik maak je net zozeer druk om Zwarte Piet, dat zal al wel. Maar ik vind... En ik ken Jenny Douwers goed, dat ik niet racist, natuurlijk niet. Maar als Josse van Bagger dat zei op Facebook hoe dat in gekregen had en op de media, dan denk ik, nou als dit de wijsheid is van mensen hier, dan is het nummer 4 hier. Je moet altijd zien hoe mensen binnen, hoe is het nou persoonlijk, dat volle belangrijker.
ja, stampen, ja, je kan op een gegeven moment... Meestal kan ik verhoor van stampen, ik nog. Mm-hmm. Ja, wist je wat, ik kreeg, je stond hier juist, ik hier, die voel, die hier dit leuze van mij omkeert. Die man, Dirk keerde er ook, die, dat hier ik in Friesland, maar ze praten zo Hollands als wat, die had dat omkeerd. En die staat op een heel star standpunt. Ja, er bestaat demonstratievrijheid, dus moet Jenny Douwers de bak in. Ja, ik denk, hard op man. Er wist niks van het hele demonstratieverhaal al. Daar weet ik wel een heel soort van al. Omdat ik dat, ja, mijn hele leven mijn bijstien had. Je bent al je leven lang een demonstrant. Nee, dat ik ben net. Maar als journalist had ik het vaak meemaken. Ik had ook wel eens meidien. Maar ik ben net zo dat ik een soort beroepsdemonstrant ben, helemaal. Ik hier een drukke baan. Waar wacht je nog dan? Waar ik op wacht je? Nou, ja. Ik heb me voornomen om je te wijzen. Ja. Omdat ik je meest kan zien kom. Zoals die jonge leeuw het zijn niks te krijgen. Maar ik hoor die dan op zijn kaartje gaan willen. Die dan opsturen willen. Soms worden ze maar niet in haar. Ben ik meestal ook net haar. Die zei, nou nee, dat wordt wel leven net. En ik ben er wel blij, maar ik maak je hele mooie dagen. Ik kreeg wel een beetje het idee van, dat doe jij ook bij Jere bij deze meisje? Nee, dat jij ik niet. Nee. Ja, moest Jere. Maar je stond er heel dit bij, dan denk je die meisje van... Ja, nou eens even, je praat even. Weet je wel, je zit gewoon bij deze meisje, en ik vind het aan de ene kant creëren wat die man doet. Er is geen familie uit Spijker Nessen die je stiert. Meer net. Alleen maar Zwarte Piet hebt u op uw jas staan, zie ik. Ja. Dus iedereen moet nu gewoon straks zwart. Ja, maar we moeten ons feest ombouwen omdat er bepaalde mensen uit een ander land komen die een andere kleur hebben. Ja, en die zich gediscrimineerd voelen, onterecht. Ja, en op een zwart lichaamsdeel getrapt voelen. Ja, en ons gaan vertellen wat we zouden moeten doen. Ik vind dat daar een beetje van de gek. Ik ga daar toch ook niet vertellen hoe ze hun feestjes moeten vieren. Ja. Kijk, die jongen heeft een Nederlands paspoort gekregen. Ja, het enige wat hij verdiend heeft, dat is een strafblad. Ja, en de rest krijgt hij alles. Ja, voor de rest wil ik eigenlijk niet zoveel over zeggen. Nee. Maar dat maakt het wel een beetje persoonlijk natuurlijk. Ik denk dat u meer in de algemeenheid gewoon... Nee, maar dat is de aanstichter van dit hele vervelende gebeuren wat er momenteel speelt. Ja, u neemt het die persoon, ik weet niet of het Afrië of zoiets, ja. Meent ik, hè? Ja. Die neemt u persoonlijk kwalijk dat hij zeg maar, het feest om zeep wil helpen of zo. Dat is in feite de aanstichter van het hele gebeuren, ja. En daar hebben deze ellende eigenlijk grotendeels aan te danken, laat ik het gewoon maar zo maar zeggen. Ja. En wat is dan nu uw doel dan? Wat hoopt u? Ik wil dus gewoon de Nederlandse normen en waarden wil ik gewoon bewaren en de Nederlandse feesten bewaren. Kijk, de kerstboom die wordt al verbannen, de kerstverlichting wordt verbannen. Ja, kerststol is er al niet meer, dat wordt een winterbrood of weet ik veel wat ze ervan maken. Ja. Ja, het paasfeest, idem dito. Ja, de Pinksterdagen die kunnen we dan eigenlijk wel inleveren. Ja, daar moeten we dan een suikerfeest voor gaan vieren. Ja, en dan denk ik, jongens, in welk land woon ik nog? Heb ik straks nog mijn eigen land maar wat te vertellen of is alles weggegeven? Ja, u voelt een beetje de cultuur een beetje af wordt genomen of zo. Nou, ik voel me onze elite of onze volksvertegenwoordigers voel ik me eigenlijk zwaar in de steek gelaten. Laat ik het zo maar zeggen. Gewoon verraden. Ja. Zeg alleen maar Zwarte Piet als ik hoor, dan is er wel meer te discussiëren. Er is een hele hoop te discussiëren in het land. En ja, de mensen die zijn het allemaal met je eens. Ja, die hebben al een duimpje omhoog, maar ze komen niet. Ja, en dat vind ik zo jammer. Ze blijven achter het toetsenbord blijven zo hangen. Ja. Kijk, ik heb voor de gele hesjes heb ik gelopen. Nou ja, met 15 man, 10 weken lang. En op een gegeven moment loop je met 3 man en dan is het afgelopen en is het klaar. Ze zijn het allemaal met je eens, maar ze komen niet. Nee, waarom denk je? Want op u staat hier wel. Ik heb beloofd. Ik heb verleden jaar beloofd na het eerste proces hier ook van jongens, ik steun jullie, ik sta helemaal achter jullie. Ja, ik vind het een hele goede zaak wat jullie gedaan hebben. Ja, het verkeer is even stilgezet, er is geen ongeluk gebeurd, er zijn geen gewonden gevallen, van alles niks. Ja, en als je dan kijkt dat die Turken een feestje vieren en het hele verkeer lam leggen en toeteren en uit de auto's hangen en vlaggen. Ja, zelfs een agent verleden week of neergeslagen in Rotterdam. Dan denk je, jongens, hoe gek wil je het hebben? En daar is niemand voor opgepakt. Niemand. De dader is spoorloos. Ja, en hier wordt er zoveel geld uitgetrokken voor een niemendalletje. Dan denk je, jongens, gek zijn we hier. Hartstikke gek. Wij komen uit Brabant. Ja. Uit Moresto, dat is dichtbij Tilburg. Ze zijn echt Sinterklaas en Zwarte Piet liefhebbers. Ik vind dat je de kinderen daar niet aan mag doen om deze mooie traditie verloren te laten gaan.
ben het er helemaal roerend mee eens. Echt. Je zit niet zitten om door het roepveegpieten. Ik zit het helemaal niet zitten. Gewoon laten zoals het is. En ik hoop dat jullie vandaag heel veel succes hebben. Echt.